3, 2, oh god. 1, go! Go. Oh fuck, god. Ik drukte op B! Ik heb een voice! Ik heb nu al achterstand! Ah. Ik kan net zo goed opgeven. Oh, wat erg. Oh. Oh, lekker. Lekkere kwaliteit, jongens. Ja, goed. Speel jij op de Switch? Jazeker, jazeker. De remastered versie dus. De remastered versie, ja. Wel met de GameCube controller. Oh, je kan het met een GameCube controller spelen? Ja, dat was in een update. Toen de game eigenlijk een beetje dood was, kwam er een update uit voor GameCube controller. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ik weet niet eens of ik mijn GameCube controller nog wel heb. Zo, ik heb het tig liggen. Oh, oh, oh. Ja, ik ben... Ik ben als een dood voor deze. Voor mij is de Pro-controller echt ideaal. Ja, vind je? Ja. Ik vond bij dit spelen vond ik het echt om te huilen. Maar dat komt omdat ik gewoon de triggers van de R&L vind ik gewoon echt fantastisch. Oh, jij houdt van die triggers die je echt helemaal in moet drukken. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Vooral met dit. Ja, ja, ja. Oh ja, nee, ik snap het. Want in Sunshine kun je ook heel zacht sprayen. Yep. Maar ik kan dat dan denk ik niet. Nee, ja. Oh, oh fuck, we zijn nog... Ja, oh, dat ging sneller dan ik dacht. Oké, dus mensen... Ik ben echt rusty. Ja, ik ook. Ja, goed. Dit wordt goed. Harm en ik hebben al afgesproken om dit te gaan racen. Gewoon al jaren. Ik kan me niet eens herinneren wanneer we tegen elkaar gezegd hebben van... Oh, dit spel moeten we een keer racen. Het zou me niks verbazen als het bijna 10 jaar geleden is. Ja. Het zou me echt oprecht niet verbazen. Inderdaad, ergens in 2013, 2014. Echt, ja. Ja, toen had ik er wel vertrouwen in. Want ja, toen was ik echt verslaafd op deze game. En de laatste keer dat ik het gespeeld heb is... 3 jaar geleden, voor een race. Ik won hem wel. Ik heb dan wel episode 8 van Galato Beach met... Matten met een festival heb ik gecheat. Of geglitcht, of hoe de fuck je het ook wil noemen. En daardoor heb ik gewonnen. Gecheat? Nou ja, het is een glitch. Oké. Okay. Het is geen cheat. Ja. Ik ga geen glitch uitoefenen hoor. Nee, oké. Okay. Ja, ik ken 0 glitches in deze game. Ik ben gewoon pro. Je kan vanaf episode 1 kan je gelijk de ster van 8 halen. Oh. Er is een glitch dat je... Je ziet in dat beach hutje... Zit al een shine. Ja. Als jij een waterbloem naar boven dropt en door dat ding heen glitcht, dan kan je die ster pakken en heb je gelijk de 8e ster binnen. Oh. Nee, dat wist ik niet. Speedrunners gebruiken dat om zo snel mogelijk... Hoe heet het? Ik drukte bijna op yes. Holy shit. Dat was dan 1,5 minuut druk geweest. Ja. Maar deze game kwam zeg maar uit in 2002. Oh, hoe doe je... Oh, fuck. Oh, fuck. God. Maar even. Wat doe ik? Ik wil in first person. Maar hoe doe je dat? I. Ja, I. Nee, niet op de pro. Oh, X dan? Ik weet het niet. Pet? Ja, sorry. Ik ben GameCube controller. Nee, op X is het switchen. Oh, je moet de richtknop moet je zeg maar ingedrukt houden. Of het rechte pookje, die moet je indrukken. Oké, legit. Shine. Shit. Ah, maakt niet uit. We kunnen het ook weer niet te makkelijk voor mezelf maken, hè? Oh, het erg is dat we dus van de afspraak hebben om 8, alle 8 shots te doen. Per level. Ja, inderdaad. Even de regels voor deze race. Wij gaan niet alle shines verzamelen. De bedoeling is dat we alle missie shines verzamelen. Dus dat zijn alle shines tot en met Shadow Mario en dan nog die rode munten shine die erbij hoort. Het is niet bij alles een rode munten shine, hè? Wat zeg je? Het is niet bij alles een rode munten shine, maar... Nee, klopt. Maar je hebt toch 1 extra, toch? Na die van Shadow Mario? Ja. Ja, dat gaan we doen. Dat is ook hel, 100 munten. Mijn god. Dus uiteindelijk even kijken, 47 plus 8 is 56 sterren. 57, want deze telt niet als ding. Hoe heet het? Wat? 57 sterren in totaal. Oké. Okay. Met deze meegerekend, die we nu net hebben gehaald. Ik gok dat jij nu ook in de cutscene zit. Ja, ik word nu aangeklaagd voor het bederven van heel Isle Dauphine. Goed. Deze game kwam uit in 2002, hè?
Ja. Hoe oud was jij dan toen je dit speelde? Ik denk jaar of 5, 6. Ik denk 2002 was ik sowieso 5. Ja, het is wel, dit was mijn eerste Mario. Oké, dus wat voor mij Mario World was, dat is voor jou dit. Ja. Deze game, ik kan hem dromen, maar ik ben wel rusty. Ik ken elke level. Het 1 tot en met 7 ken ik allemaal op mijn hoofd. De meeste van 8 heb ik nooit gedaan. Dus ja, dat is een beetje een dingetje. En heb je hem wel eens 100%? Ja, ik heb hem 100%. Dat was een hel. Ja. Ik vind dat ook misschien wel het grootste minpunt van deze game. Ik vind hem... Het is geen leuke 100% game. Nee, dat. Dat is. Maar ik vind het wel de beste vakantie game. Dit is... Er is geen enkele andere game die zo goed vakantie uitstraalt als deze game. 100%. Ik denk een andere game die heel dicht in de buurt komt is Wind Waker. Ja. Wind Waker, dat is ook echt zo'n zomerse vakantie game. Maar dit schreeuwt het echt gewoon in je gezicht. Ja, ik vind dat. Ik vind ook gewoon dat de GameCube... Na al die jaren... Oké, ik ben biased omdat de GameCube natuurlijk mijn eerste console is. Maar ik vind nog steeds dat de GameCube gewoon... Qua games nog steeds gewoon up-to-date is. Hoe noem je dat? Oh, de GameCube is een fantastische console. Ja, het is gewoon een flop geweest. Dat vind ik zo maf. Ja. Het is alleen... bij de GameCube probeerde Nintendo nog heel erg te competen met de Xbox en PlayStation op het gebied van graphics. En het was echt na de GameCube dat Nintendo zoiets had van... Oké, weet je wat, we gaan onze eigen gang. En toen kwam de Wii. De duistere tijden. Don't push on yes. Dat is gewoon 4,5 minuut weggooien. Oh, wacht, dat heb ik al gedaan. Delfino Plaza. Alright, ja, 30 FPS game, let's go. Ik mag bijna. Nee. Oké. Maar wat vond je van deze game dan toen die... je was dus 5, 6, je begon het te spelen. Ja. Had je ook niet van, oké, sommige shines zijn bizar makkelijk. En sommige 100%. Shines zijn bizar moeilijk. Ja, 100%. Er is niet echt een tussenweg in deze game. Of het is ziek makkelijk... Of het is echt insane moeilijk. Ja, deze game, je hebt echt een difficulty spike op sommige punten die je denkt van. Ja. Heb je inderdaad, heb je Noki Bay, heb je de eerste. En dan de eerste is dat je Kirk moet ontpoppen uit die waterval. En dan episode 6, oké, dat is wel een episode verder. Dat is dan het laatste secret level, maar dat is hel. Ja, klopt. Ik kijk ook niet uit naar het hotel. Het hotel is echt mijn slechtste. Op alle punten. Mental Storm, dat wordt huilen straks. Ik vind de Mental Storm dus een van de leukste shines. Maar die shines die je daar binnen moet doen in dat hotel... met de geheimpjes en de rode munten. Dat is echt vreselijk. Heb je 5 minuten om dat te halen. Ja. Boyo! Lekker! Wat is er? Wat doe je? Ik heb nog nooit zo snel Shadow Mario gepakt. Oké. Normaal, ik had hem echt binnen nog geen 2 seconden had ik hem al op de grond liggen. Nu niet te goed gaan spelen, hè? Want anders ga je mijn record verbreken. Ja, record verbreken. Ik heb nog nooit een race verloren. Ja, nog nooit een race verloren. Nee. Nou, je gaat hem sowieso winnen. Dat weet ik één ding wat zeker is. Je staat voor, dus ik weet niet hoor, maar... Ja, maar het begin van de game is bij mij goed. Maar zodra ik secrets ga doen, dan win jij. Want ik kan niet van de flut. Ik ben echt nutteloos zonder flut. Wat ben ik nou aan het doen? Oké, Mario. Oh, deze muziek. Ik word zo blij altijd van de Sunshine muziek. Holy fuck. Ja, het is zo zomer, zo lekker vakantieachtig. Ja. Word er gewoon vrolijk van. Ik word er heel vrolijk van. Oh, als het dan vraagt, had je al gehoord dat Nintendo een live-action Zelda-film gaat maken? Ja. Ik ben niet echt hoopvol, maar dat ben ik. Hallo, ga je nog wakker worden, chef? Of? Ik vraag me heel erg af waarom ze het niet geanimeerd hebben. Ja, had lekker safe gedaan en toen Link gepakt. Ja. Dat kun je ook zoveel expressiever maken, heb ik het gevoel.
Ik voelde ook heel erg anti-Nintendo om het niet te animeren. Ja, dat. Alright, level 1 dan. Harm? What the fuck? Oké, ik moet de stijl nog oppakken, maar... Rustig aan, hè? Ja, weet ik. Maar laat mij nu een voorsprong opbouwen en dan kom jij vanzelf, eraan. Shine. Ja, ik kom vanzelf wel, ja. Ja, dat komt echt wel. Wacht met het episode 5 van Bianco Hills. Ja, wat is dat ook eens weer? Rode muntjes? De Piranha Strikes Again. Maar dat is heel erg RNG, toch? Ja, dat is 100% RNG. Dus daar kan ik al gewoon zwaar achterlopen. Oh, wat doe ik? Ik zat er ook aan te denken van dat we alle Delfino Plaza Shines moeten pakken. Ja. Daar zitten ook een paar hele moeilijke tussen. Zo, maar echt. Die ene, dat je dan met Yoshi naar dat andere eiland moet. Nou, ja. En dan, dat is met Lelies gaan doen. Nou, mij niet bellen. En dan kom je helemaal aan het einde en dan heb je zo'n buis. En als je in de buis gaat, ga je weer terug naar Delfino Plaza. Ja, dat. Dus dan moet je dat hele gedoe met Yoshi weer opnieuw doen. Ja, mij niet bellen. Nou, alleen om daar te komen is al hel, dus maar dat zou ik serieus een glitch doen, want dat is een makkelijke glitch waardoor je makkelijk met Yoshi daar komt. Die zou ik dan echt glitchen, dat interesseert me dan echt niet. Maar die Zelda film, hè? Hoe gaan ze doen dan? Gaan ze Link laten praten, weet je wel, zoals ze Mario laten praten? Zo zit ik er dus ook in. Ik heb zoveel vragen en ik zit natuurlijk in de filmwereld, dus ik zit met nog meer vragen. Ja. Ik bedoel, eerder dat die film uitkomt... Oh, wat de hel. Nou ja, er is nu een strike in Hollywood gaande. Zo van, met schrijvers en acteurs die niet eerlijk betaald worden. Dat willen ze eerlijk krijgen. Het is een gedoe. Dus dat überhaupt voor elkaar krijgen. Ik hou mijn hart vast, want het is Sony. En aan de ene kant, Sony Pictures staat los van PlayStation. Maar toch vind ik het dubbel. Maar gaat het echt om series of gaat het om de film? Of allebei? Film. Oké. Okay. Ik dacht dat het vooral met Netflix te maken had, weet je wel. Dat die subscriptiemodellen echt ziek veel geld verdienen. En dat daardoor acteurs zoiets hebben van, daar willen we ook wat van. Naar mijn idee gaat het echt alleen over film. Maar je kan wat je zegt kan kloppen. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat doe ik? Oh nee, Harm. Zou je even een minuutje... Gewoon even stil willen staan van mij. Nou, ik sta nu toevallig stil. Houd dat vast. Hallo, Pity. Oh, fuck. Ja, maar ik ga zo meteen game over, hè? Dat weet je. Dat mag ik hopen. Heel episode 3. Ik mag hopen dat je dat doet. Want ik was die mooie windmolen aan beklimmen en toen viel ik naar beneden. Oei. Oei. Maakt niet uit. Kleine tegenslag. Pity. Oh, tenzij ik hier zo laat weer val. Oké, ik vind dat deze game, Super Mario Sunshine, en dit is misschien een hot take, maar deze game heeft de beste Mario-besturing. 100%. Ondanks dat Mario wel vast zit aan een flut, ja, je hebt wel flut nodig om die... Om die mobility te hebben. Zonder flut is Mario niet zo heel erg mobiel. Maar gewoon hoe snappy Mario beweegt in deze game. Ja. Hoe die loopt, gewoon dat loopgeluidje. Is gewoon lekker. Ik ben echt blij van deze game. Zal nooit vergeten hoe je Rick dubbel en dwars hebt ingemaakt in de Let's Race, ondanks het niet zeven. Ja, die fout ga ik nu dus niet maken, maar nu ben ik andere fouten aan het maken. Please, laat Link niet praten. Dat zal het personage zo raar laten lijken. Ja, okay. ik had wel acteurs sowieso in mijn hoofd zitten. Wie dan? Voor de film. Wie moet Link spelen? Ik weet niet of jij June hebt gezien. Nee. Nou, of überhaupt een trailer van Wonka, de nieuwe Wonka film die uitkomt. Timothy Carrity, volgens mij heet hij zo. Die ziet er al uit als Link. Mensen roepen al Tom Holland. Nou, liever niet, alsjeblieft. Maar ik verwacht hem als Link. Ik verwacht Anya Taylor-Joy, degene die Peach speelde in de Mario movie. Verwacht ik Zelda. Nee, dat gaan ze toch niet doen. Ja, ik zie het toch gebeuren ook. En Adam Driver als Ganon. Nee. Ja. Nee, dat kan niet. Hoezo kan dat niet? Ik denk dat ze voor Ganondorf
een person of color gaan gebruiken. Ja? Ja. Idris Elba. Nee, niet voor Zelda, voor Ganon. Oh, voor Ganon. Ja, ja. Maar Idris Elba dus. Omdat Ganon al best wel een soort van... de Gerudo's een soort van woestijnmensen zijn, weet je wel? Ja, het moet wel. Het moet ik denk dat dat meer zal passen. Alright, Rico Harbor vrijgespeeld. Terug naar Bianco. Maar ze gaan niet Taylor Joy ook voor Zelda doen. Dat zal echt... Ik weet nou ja, niet. De uiterlijk zou wel kunnen. Ja, maar... Zou elk wit meisje met blond haar niet Zelda kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Fuck, wat doe ik nou? Frank Lammers als Ganon. Oh, ik ben zo dom. Godver. Hij is eindelijk fout aan het maken. Ja, ik verwacht maar één keer Rico Harper ding. Maar hij komt twee keer omhoog natuurlijk. Dus ik probeer een glitch te doen. Waardoor je echt letterlijk 5 hele seconden bespaart. Hij zit helemaal te glitchen, mensen. Hij is volgens mij al bij het einde. Nou ja, ik weet niet of je weet hoe snel mensen deze game uit kunnen spelen. Ja, snel, maar ik ken al die glitches niet. 1:14. 1 minuut 14. 1 uur 14. Oh. Maar ja, dan gaan we maar episode 3 doen, joh. Ja, nou. Ik ga eerst Bianca Hills zoveel mogelijk af proberen te krijgen. Ja, Harm zit al in de end credits. Ja, ik kan het niet zien, hè. I wish. Godsamme. Ik ben wel blij dat we dit eindelijk doen. Ja, ik kijk echt naar uit. Oprecht. Leuke shit. Had je trouwens die video nog gezien? Die compilatie die ik had gemaakt van de speurtocht? Ik heb met de ballen uit de broek gelachen. Echt. Ja, jezus. Dat was echt grappig. Oh. Nu ben ik wel pro. Secret nummer 1. Ik had daar ook kunnen zijn. Ik ben er nu. Oh god. Heel goed, pak mijn shit af. Pak mijn shit af. Dus als kind vond ik dit zeg maar het allerleukste aan deze game. Dit vond ik dus als kind het allerergste. Ik vond het echt zo vreselijk. Het ding was, hier voelde het voor mij weer echt als de oude, weet je wel, een beetje als Mario 64. Ja, mij niet bellen. En, en nu heb ik zoiets van, ik wil gewoon flut. Ja, ben jij op de ster nu? Ja, ik ben al de afval ingelazerd. Ja, ik heb de afval ingelazerd. Hey, yes, zo mag ik het horen. Oh my god. Een Donkey Kong Country race zou ik hem niet uitdagen. Nee, dan moet je mij niet voor uitdagen. Dat moet je mij al niet voor vragen, want... Voor een casual hoef ik jou al niet eens te vragen ervoor. Safe States red ik het al niet, dus laat staan als ik het echt zou spelen. Ik ben gewoon niet goed in platformers. Nou, ik denk dat het meer te maken heeft gewoon met een soort van een generatie dingetje, want ik vind NES games te moeilijk. Dus wat jij met Super Nintendo hebt, dat heb ik gewoon wat meer met NES. Aha. Wat doe ik? Oh, wacht. Ach, rode muntjes. Ik denk dat dat het meer is. Want ik denk dat jij bijvoorbeeld van Mario Kart op de Super Nintendo, dat je daar ook niet echt van geniet. Ik vind dat vreselijk. Ja. Ik kan dat echt niet. Ja. Het idee dat je als je niet als je vijfde of lager wordt, dat je opnieuw die race moet doen. Wat de fuck? Ja, het heeft een soort levenssysteem. Heel gek. Ja, bizar. Red coins on the mail. Maar het heeft ook zo'n rare besturing. Dat heeft het zeker. Ja. Ik bedoel, Jordi, ik had het idee om een Generations Mario Kart te doen. Die hebben we gedaan. Nou, echt om te huilen vonden we het allebei. Is dat al geüpload? Ja, volgens mij wel. Naar mijn idee wel. Dacht ik. Het is opgenomen in 2018. Het wordt gereleased in 2024. Nou, dat valt wel mee eigenlijk de laatste tijd. Oké. Ik bedoel, voor volgend jaar staat alles vol. Ja. Nu. Maar dat is ook pas echt net. Ik vind het insane dat Jordi die bijvoorbeeld die Metroid Prime race en Wonder zo snel heeft geüpload. Ja, maar dat ja. Dat vind ik altijd knap aan hem. Ik zou dat niet, ik kan dat ook niet. Want wie van jullie ging dit nou editen? Goh. Hij. Nou, ik wens hem veel succes.
Jij of Jordi? Jordi. Oké, dus ik moet zo dadelijk de files aan Jordi geven. Yep. Oké. Dus ik het moet editeren. Ik zit met dat gaat met mijn schedule gewoon niet. Ja. Ik vind het al een godswonder druk vandaag geld eigenlijk. Ja. Nou, denk je dat we het vandaag af gaan krijgen? Nee, 100% niet. Tenminste, ik denk dat we een heel eind komen. Ja, dat dacht ik dus ook. Het ligt er gewoon aan hoe lang we door kunnen. Ja. Het maakt mij niet zoveel uit. Okay? Ja. Het enige wat hier op de planning staat is avond eten. Ja, wat ik met Jordi had was volgens mij deden we 2,5 uur streams. Oh, nou, van mijn part kunnen we door tot wanneer jij zegt ik vind het goed. Ja, ik heb vanavond ook nog wat dingen dat ik moet streamen, dus ik kan niet de hele middag en avond doorgaan in ieder geval. Nee, prima joh, maakt mij wat uit, zeg maar. Wij maken het niet uit. Ah, we kijken wel hoe ver we komen. Ik wou dat zeggen. Waarom heb ik zoveel moeite met dit? Jezus! Wat op Glennyboy? Nee, de geëdite VOD wat op de Subpar Guy is geüpload. Dat is het kanaal van Jordi en Harm. Daar wordt ook de hele Mario Wonder stream wordt daar geüpload in zijn geheel. En er staat ook de race op die ik met Jordi heb gedaan van Metroid Prime. Want dat had ik toen ook gestreamd. Dus een heleboel VOD-content dat wordt gewoon op dat kanaal gedaan. Wat ik de samenwerkingen die ik met Harm en Jordi doe. Welke shine moet ik eigenlijk doen? Oh! Welke shine moet ik doen? Zei je dat nou echt? Ja, ik zat naar de windmill, zeg maar die grote windmill, daar zat ik naartoe te rennen en daar moet ik helemaal niet zijn. Ja, goed. Pity Mario Strikes Back. Ja, daar ben ik dus ook nu. Alright, Pity. Hier kan ik dus weer voorkomen. Kan. Als de RNG tegen zit bij jou, wat ik niet verwacht. Ik verwacht dat één van ons perfecte RNG gaat krijgen. Of we hebben allebei vreselijke RNG. Nou ja, iemand die... Ik zat... Ja, ik kijk wel speedruns van dit. En dan zie je mensen die denken van, hoe de fuck? En dan zijn ze op wereldrecord jacht en dan doen ze dit level. Ja, rip. Maar is deze game speedrunnen niet echt gewoon vreselijk vanwege de intro? Er waren zelfs verhalen tot ze, hoe heet het? Bro. Tot ze het intro gingen skippen, maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Oh, dat ze dat erin modden ofzo? Nee, tot gewoon de speedrun dan startte. Oh. Maar dat wilde de community uiteindelijk niet zo. Hè, word je wakker, chef? De community wil dat niet? Nee. Maar zou het niet veel beter zijn voor de community als dat? Het is sowieso heel iets raars. Ja. Kijk, aan de ene kant snap ik het wel, je wil het ruw houden. Maar zou het niet veel meer kijkers en engagement opleveren als je niet elke keer naar die cutscene hoeft te kijken? Ja, ik zou zeggen van wel. Nou, pie die zakken met je bek. Ah, kut, ik heb gelijk kloot RNG. Wat doet hij dan? Oh nee, val van mij. Wanneer heb je goede RNG dan? Als hij naar beneden valt? Hij moet niet over die windding gaan. Over dat draai-ding gaan, want dan ben je de lul. Oké, ja, dat heeft hij denk ik nog niet gedaan. Bij mij viel hij al best snel naar beneden. Ja, dat is wel lekker. Heb ik goede RNG? Heb ik bad RNG? Ja, bad RNG. Rip. Dit is kut, maar ja, dat geeft mij weer tijd om water te halen. Ik heb bijna geen water meer. Water is belangrijk. Zowel IRL als in deze game. Denk dat ik goede RNG heb, Harm. Heb je hem al? Nee, maar hij ging bij mij naar het grasveldje. Dat is wel lekker. Slurpie tijd. Fuck. Oh ja, jij hebt dat soort dingen. Ik was vergeten dat de chat niet wil dat ik win. Nou ja, het zal voor het eerst zijn dat mensen willen dat ik win. Oh, Jordi is er ook. Hi, Jordi. Succes vandaag, heren, met de race. Dankjewel, dank u, Jordi. Dank u, Harm dank is u. Trouwens ook aan het streamen, dus op jullie Twitch-kanaal. Misschien wil je hem supporten? Ja, ik heb voor de zekerheid een chat openstaan, maar daar... Ik ga straks dood als ik niet oplet. Oh, ik had geluk, RNG.
Tenminste, ga neer! Hopper. Oh. Kut. Niet op me springen, please. Oké. Ja, ik heb nu mijn derde hit. Go Harpje, go Harpje. Go Harpje, hoop op een spannende race. Die slurpie gaat me tijd kosten, ja. Kut. Maar gelukkig heb ik goede RNG ondertussen. Kut! Wat gebeurt er? Oh my god. Ja, ik had hem al klaar kunnen hebben, maar... Ik ben rustig. Laten we het daarop houden. Jij hebt hem zeker al klaar. Jordi heeft vergadermiddag, dus kan er niet bij zijn. Ik heb hem net gedaan. Ik ben er net klaar mee. Welk kanaal? Ik zal even een... even zien, hier is het linkje. Ctrl-C, ik sta toch voor. Ja, je doet rustig al, joh. Zo. Nee, ik moest sowieso ook wachten. Ik moest wachten tot ik weer naar buiten ging. Jordi, dat gaf me mijn Twitch-kanaal. Dat gaf me net genoeg tijd om het Twitch-kanaal even te dumpen. Oh. Kut, net niet. Jammer. Ik dacht dat ik op de perfecte plek stond. Ik sta erbij. Ik zat zowat naast waar de shine spawnen. Ah, jammer. Net niet op frame of 10 gesaved. Oh, oké, dus je hebt hem. Ik vind het wel mooi dat jij in frames... op frames zit te letten. Ja, er zijn bepaalde trucjes waardoor je net iets sneller de shine pakt. Net als in 64, dat je zo'n buttstamp doet, zodat je niet helemaal omhoog springt. Dat heb je dus hier ook. Oh, grappig. Alright, episode 6. Ja, daar ben ik ook. The Secret of the Dirty Lake. Hell, oh my god, ik weet... Oh my god. Oh nee, nee, niet deze. Oh, welke is dit? Huilen. Ik ga huilen. Oh, deze. Conformer die heen en weer draaien. Ja. En tot je daarboven moet, tot er kubussen ronddraaien en shit. Ik ben echt nu al... Echt, ik heb letterlijk nu een trekhoog. Dus. Het mooie wel aan een race als deze is dat, omdat het een platform is, we kunnen allebei gewoon keihard falen. Nou ja, kijk, weet je, het is, ik ben überhaupt gewoon niet goed in platformers. Geen één? Het is de enige waarvan ik weet dat ik een beetje decent ben. Oké. Ik ging bijna dood. En oké, ik heb dan zowel, ik heb Jordi dan verslagen in zowel in al deze drie. Dus, ja. 64... Sunshine and Galaxy. Weet je wat ook echt insane is aan deze game? Mm. Hoe plakkerig Mario gewoon op alles blijft. Ongeacht de stelheid van het platform. Ah, is hij dood? Holy fuck, ik ben bijna dood. Ik heb nog twee fucking leefdingen. Ik ben nu pas in de secret. Mijn hemel. Oh my god. Dat ging nog maar net goed. Ik ben echt bloednerveus voor deze. Ik heb gewoon nu al zweethanden. En we zijn net pas begonnen. Ja, dat dus. Oké, deze heb ik net al gered. Holy fuck. Holy fuck. Het voordeel ook met een race als Sunshine, waarin je echt kan zien hoeveel shines iemand heeft. Je kan heel erg makkelijk zien wie ervoor staat. Bij bijvoorbeeld Metroid Prime is dat wat lastiger. Met bijvoorbeeld Metroid Prime is dat wat lastiger. Ja, dat geloof ik. Omdat je echt kriskras door de wereld gaat. Dat moet je maar echt niet laten spelen, want dat begrijp ik gewoon niet. Wat, Metroidvania's? Ik ben er zo slecht in. Heb je welke heb je gespeeld? Ik heb Metroid Prime geprobeerd. Ik kwam tot aan de eerste boss en toen dacht ik bij mezelf, wat de fuck is dit? Dan heb je eigenlijk het hele Venia-gedeelte nog niet eens meegemaakt, zeg maar. Dat je echt moet zoeken naar dingen, exploren. Blijf leven, godver! Oh ja, Harm is een stuk emotioneler dan Jordi. Ja. Dus als er wat scheldwoorden voorbij komen, niet ga opkijken. Self-friendly, how about no? Toen jullie die 4 jaar anniversary deden, toen was er een categorie in de tierlist. Dat heette Harm Scheld Party of zo. Ja.
Echt, ja, ik ga game over. Nee. Nou, het gaat niet goed. Doe even rustig aan, man. Dat ben ik aan het doen, maar ik heb zweetklauwen. Dus dat is sowieso kut.